Jordi Thijssen, topscorer in de hoofdklasse. Voor hem moet het een koud kunstje zijn, maar hij moet er natuurlijk nog wel in. Nu, er is al lang gefloten, de aanloop blijft uit. Daar komt dan de aanloop van Thijssen en hij schiet hem erin. Het is 1-0. Er is de voorzet van Philip ten Hartog en we hadden hem nog gemist door de goal van Jordi Thijssen. Het hoofd van Thijssen via de paal nu wel binnen. 0-2 hier in de blessuretijd in Spijkenisse. Dat gaat goed komen hoor voor Quick Boys vanmiddag. Het is Jordi Thijssen die voor de tweede keer mag aanleggen vanaf de strafschopstip. Dus even kijken, er is inmiddels gefloten. Net ging hij aan de linkerkant, nu weer. En hij gaat er ook weer in. Ja, ik denk dat dit wel een van mijn betere periodes is. Misschien wel mijn beste inderdaad. Ik voel me ook het fitst. Dus ja, ik denk het wel. Het ligt niet alleen aan of je zelf goed in je vel zit. Ja, team, als team zijnde elke wedstrijd zo overtuigend het veld overwicht hebben. Dus ja, dan voel je wel een soort van onoverwinnelijk. Net als vorige week reken ik er eigenlijk niet meer op. En dan merk je toch weer de laatste minuut toch een kansje dat je scherp moet zijn. En kop ik hem erin. Dus ja, je moet zeker geduld hebben, maar soms duurt het wel erg lang hoor. Ja, wat ik denk vroeger wou ik als spits zijnde me veel met het spel bemoeien. In de zin van in de bal komen. Het spel verleggen, maar ja, daar ligt de spitskracht eigenlijk niet. Je moet goals maken voor het doel zijn. Dat heb ik toch al geleerd dit seizoen. Dieper, diep blijven en voor het doel komen. Dus ja, in dat opzicht ben ik wel gegroeid, denk ik. Nou, het leren in het loop van een seizoen. Er zijn een aantal richtpunten die je krijgt in het begin van een seizoen. Dan probeer je iedere training, iedere week aan te werken. Ik denk dat de wedstrijden daar het belangrijkste voor zijn. En ik denk dat je op die manier eigenlijk groeit. Ik heb ook gezegd, als ik fit ben, scoor ik. En dit seizoen speel ik elke wedstrijd. Maar ja, spits zijn beter om te scoren. Dus ja, ik had het eigenlijk wel verwacht. Ik zelf hoopte mijn eerste prestatie bij Telen te verbeteren van 23 goals. Als ik daar overheen kom, dan is het een geslaagd seizoen voor mijzelf zijnde. En natuurlijk het kampioenschap. Met mijn werk ben je toch mee bezig, welk gewicht je wil zijn. En dan het begin van het seizoen wil je sterker worden. Dat zal aankomen. Ja, nu ben ik op dat gewicht. Nu wil ik weer wat lichter worden. Dus ja, ik ben fysiek wel sterker, denk ik. Ja, leef ik als een prof? Ik denk het wel. Ik ben met mijn lichaam bezig. Ik ben met mijn voeding bezig. En ik leef voor iets eigenlijk. Dat is voetbal. Dat is ook het enige wat ik zo'n beetje doe. Ik kijk er iedere week naar uit. Om de wedstrijddag. Dus ja, of ik leef als een prof? Ik denk het wel. Het heeft natuurlijk met meerdere factoren te maken. Of je fit blijft het seizoen of niet. Vorig seizoen heel veel pech natuurlijk. Met dat je geblesseerd had in een wedstrijd. Nou, ja, kan gebeuren. Maar ja, dit seizoen ben ik heel dankbaar. En ja, misschien ook zelf ga je iets beter opletten. Probeer je dat soort situaties te voorkomen. Maar bijvoorbeeld de bal sneller weg te spelen. Uit de duels te blijven. Dus wat dat betreft ben ik zeker dankbaar. Je komt hier naar de club om kampioen te worden. Dan gaat het eerste seizoen valt zwaar tegen. Met blessures en de tweede plek na competitie halen. En vervolgens niet promoveren. Dus het was tegenslag na tegenslag. Dus als we deze prijs pakken met het team. Het zou fantastisch zijn, ja. Elke week komen we een stapje dichterbij. Dus het is gewoon afwachten nu. Ik had vannacht een hele rare droom. Maar nee, ik kijk er zeker naar uit. Ik zeg ook tegen de jongens, het begint nu wel te kriebelen. Ik probeer het elke week hetzelfde te benaderen. Maar je merkt toch wel dat het erg dichtbij komt. Nu zeker, nu het gat 6 punten is. Dus ja, ik hoop op een mooi feestje.